verhaal zal vooral gaan over de GGZ en hoe we daar zo normaal mogelijk over kunnen doen. En waarom het ook soms heel lastig is om normaal te doen over hele ingewikkelde dingen. Daar ga ik jullie graag in meenemen. Want weet je, jullie zijn natuurlijk al lang bezig met participatie, de samenleving moet veranderen, burgers moeten meedoen. Dat is natuurlijk allemaal prachtig. Maar dan moeten we het ook over psychiatrie gaan hebben als iets wat over gewone dingen gaat. Nou, wat ik relevant vind voor deze doelgroep en zeker ook voor Amsterdam, is dat op het moment dat je mensen wil gaan helpen en ze hebben GGZ of psychiatrische problematiek, dat het niet iets heel bizarres of heel bijzonders is. Ook al lijkt het vaak zo, omdat je moeilijk contact met mensen krijgt die psychotisch zijn of in een ontwikkelingsstoornis, autisme, weet je dat het contact moeilijk tot stand komt. Maar dat het dus van hulpverleners moeite vraagt om het contact op te bouwen. En als dat essentie is en dat je van psychiatrie niet iets maakt wat heel bijzonder of raar is, het zijn symptomen die jij en ik ook hebben. Weet je, en als je dan doorhebt dat die symptomen bij ons gelukkig niet de kop opspelen of we kunnen het onderdrukken, we kunnen ermee omgaan. Maar deze mensen lukt het dan niet. En als je dus elke dag die symptomen zo dermate groot hebt, weet je dat je daar dan hulp bij nodig hebt omdat je daar in je eentje niet uitkomt. Nou, als mensen dat kunnen oppakken, psychiatrie is niet iets engs, iets is heel gewoons, dan ben ik al heel erg tevreden over deze lezing. Wat is het grootste probleem met mensen met psychiatrische beelden? Die wereld wordt ontzettend klein. Het gevoel dat je dus mensen om je heen ontbeert. Vooral bij psychose is dat belangrijk. Op het moment dat je dus in een psychose zit, is er niemand meer die je corrigeert. Niemand meer die jouw denkbeeld nog eens ter discussie stelt. Noem maar op, hè. Dat hoor je mensen met een psychose ook zeggen. Dan trek ik me terug, want ik voel me door niemand meer begrepen. Het grootste probleem vind ik bij een psychose is dat mensen zo verward kunnen zijn dat ze zich door niemand begrepen voelen. En dat is doodeng. Weet je, dan wordt het angstig. En dan ga je alles vanuit een soort achterdocht bekijken en alles op jezelf betrekken. Nou, dat is doodeng. En als mensen daar echt heel veel last van hebben, dan geef ik ze graag zeg maar, een middel als ze dat willen tenminste. En als ze dat niet willen, probeer ik ze op een gegeven moment ook te overtuigen dat het misschien wel kan helpen. En dat overtuigen zit in, vooral in het contact. Dat ze mij gaan vertrouwen en denken, ja, hij heeft goede bedoelingen met me, dus ik wil dat pilletje wel nemen. En dan hoop je dat in ieder geval dat hij wat meer contact heeft met de realiteit weer. Het meest fundamentele vond ik zelf, wat hij heel nadrukkelijk benoemde, is het contact, de relatie met de cliënt. Los van de pillen en therapie en behandelingen. Contact is essentieel, is eigenlijk het fundament in, de, ja, in, wat je, in je werk, wat je aan het doen bent. Ja. Want ik zie dat ook zo. Ja. Nou weet je, sommige mensen die willen echt het contact niet. En die doen ook echt hun uiterste best om dat contact uit de weg te gaan. Neemt niet weg dat ik vind als mensen psychotisch zijn dat we toch een verplichting hebben. Maar er komt een stadium waarin je zelf gevaar loopt. Weet je, dat mensen achterdochtig zijn, wantrouwend zijn, jou betrekken in een psychotische beleving. En dan gaat het dus ook om de persoon. Als je dat gaat voelen, gaat merken, dan moet je eruit stappen. Want dat betekent dat je gewoon, alles wat je doet, maakt het alleen maar erger. En dan, ja, dat is ongeveer 8 van de 10 mensen kun je met bemoeizorg, denk ik, redelijk bedienen. Die willen wel contact, maar dan doe je wat meer moeite om het contact te maken. 2 van de 10, denk ik dat ons ook niet lukt. Ja, en dan hoe triest het ook is, die zie je soms op het politiebureau. Of die, dan moet het eerst nog verder misgaan, voor we wel iets kunnen. Van, hebben jullie enig idee hoeveel mensen in dit land op dit moment, vanmorgen, antidepressiva hebben geslikt? En we zijn het op 4 na gelukkigste land van de wereld, hè? Ja, meer dan 1 miljoen. Klopt. Ik heb ook wat hij vertelde, een aantal cliënten in mijn caseload samen doen, die ik al 5, 6 jaar in mijn caseload heb en dus ook al zo lang contact mee heb. En ook van dat je denkt van, oké, wat heb ik al die jaren bereikt? Ja, soms moeilijk om dat vast te stellen. Maar je kunt het ook omdraaien van, het contact is er wel al die tijd geweest. En van daaruit probeer je kleine ingangetjes te creëren. Om toch iemands leven, levenskwaliteit te verbeteren. Dus ja, ik denk dat namelijk een valkuil is om altijd gelijk naar grote oplossingen toe te werken. Ja, als iemand al 20, 30, 40 jaar lang het leven lijden is, dan gaat dat niet op die manier. Dus dan, je moet heel veel investeren in het contact. Ja, ik vond dat eigenlijk het fundament onder het hele verhaal. Zo worden we dus voortdurend aangestuurd door het onbewuste in ons. En de kans is groot dat als je daar niet bewust van bent, dat je daarop gaat varen. En daarom krijgen we ook in de psychiatrie vaak heel veel verschillende diagnoses bij hetzelfde beeld. Want al die symptomen, de helft van de symptomen van schizofrenie overlapt bij een stemmingstoornis.
Het zijn overlappende. Het is maar net welke psychiater je hebt, wie kijkt, wie bepaalt wat daar gebeurt, welke diagnose het wordt. Ja, nee, onaandachtigheidsblindheid, dat is zeg maar de vooringenomenheid die je zelf bijna niet bewust bent van hoe je naar dingen kijkt. Als jij dus veel ervaring hebt met autisme, dan ga je heel snel vanuit autisme naar iets kijken. Heb je dat wat minder, kijk je ook wat onbevangener. Dus het is ook de kunst van het onbevangen kijken. We lijden allemaal aan onaandachtigheidsblindheid, ik ook hoor. Ik heb allemaal geleerd om naar een bepaalde manier naar dingen te kijken. Maar je moet je bewust zijn dat je dus dat hebt. En als je bewust bent, kun je het ook een beetje uitschakelen. Dan kun je de ander meer ruimte geven. Of doorvragen naar iemand. Ja. Dank voor jullie aandacht. Echt bedankt.